Zolang het Music for Life loopt, heb ik ook persoonlijk eraan meegewerkt en de partij ook. Dit keer is het de eerste keer dat Music for Life alle goede doelen laat openbloeien. En ik ben dus ook blij dat de partij dat doet met een bijzonder thema toch, weesziekten. Weesziekten onder de aandacht brengen. Elke provincie een andere weesziekte. Ik heb gekozen voor MUCO, specifiek inderdaad omdat ik in de zo onmiddellijke omgeving daarmee geconfronteerd ben. Het is elke dag een strijd. We moeten elke dag vele uren bezig zijn. Het sociaal leven zit er niet in. Het is elke dag opnieuw. Het is leven van dag tot dag. Er is geen toekomst. Allee, we hebben niet veel toekomstplannen. Dus ja, het is zwaar. Wij zijn allebei op de fiets gestapt en ze hebben de minister een ritje in zijn mond gegeven omdat hij dan het gevoel zou hebben wat wij voelen. En je zag toch wel dat hij hem een beetje afzag, dus het was wel ook wel eens leuk om te zien, omdat de mensen het ook ervaren dan. Ik heb heel eventjes maar een kleine afspiegeling gehad van wat zo'n mensen ervaren, hoe zo'n mensen leven, met welke beperking zij leven. En mijn bewondering voor die mensen die optimistisch zijn, die elke dag opnieuw oefenen, trainen, ademhalingstechnieken aanleren, toch optimistisch door het leven gaan, dat heb ik toch wel kunnen vaststellen. Die bewondering is alleen maar gegroeid. Mensen zouden eigenlijk deze actie moeten ondersteunen, omdat het echt heel belangrijk is dat het wetenschappelijk onderzoek verder gezet kan worden. Zodat er in de hoop dat er toch ooit een geneesmiddel gevonden wordt. Dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik.